Wanneer Hedy door de puinhopen van Idlib zal dood, vergeet hij alles wat hij heeft meegemaakt. Nu er door de oorlog en corona al een tijd geen school meer is, traint hij het liefst uren per dag. In dit deel van Syrië is het al heel lang oorlog. Daarom liggen veel huizen in puin. Volgens Hedy zijn brokstukken voor parkour juist best handig. Je kan je er makkelijk aan vasthouden. Hedy woonde tijdens de oorlog in de stad Aleppo. Jarenlang is daar veel gevochten tussen het leger van president Assad en verschillende groepen die de president weg willen hebben. Hedy bleef in Aleppo tot de gevechten voorbij waren en vluchtte daarna met zijn familie naar Idlib. Hij mist Aleppo. En ook in Idlib is het nog altijd niet veilig. Geregeld wordt er flink gevochten. Als er in zijn omgeving bombardementen zijn, dan sport hij binnen totdat het buiten weer rustig is. Maar zodra het kan, traint hij lekker veel buiten. Het loopt nu. Hij is vastbesloten de top te bereiken en de wereld te laten zien wat Syrische kinderen allemaal kunnen. أتسلق أبنية مثل اللاعبين الأوروبيين